Hallo. Hey, dit is een berichtje voor eigenlijk al onze vrienden, familie, kennissen, collega's in Nederland. Want wij zitten op dit moment in Namibië. We zitten hier nu, gisteren een week. Ja, precies een week. En voor de mensen die het nog niet weten, we zijn hier bezig met een vrijwilligersproject. En wij geven theater en kunstles aan kinderen hier. Ja. Wat super belangrijk is hier, omdat er heel veel armoede is. En het educatiesysteem is echt alleen maar gericht op resultaten en geld eigenlijk. En kinderen die goed kunnen leren. Dus als je dyslexie hebt of een leerachterstand of iets, dan val je hier eigenlijk al buiten de boot. En de kunstlessen zorgen er echt voor dat de kinderen zich op een andere manier kunnen ontwikkelen en hun zelfverzekerdheid kunnen trainen of andere talenten van zichzelf kunnen ontdekken. Dus het is super mooi en belangrijk werk. Maar wat we merken is dat, ja, waar we heel erg van zijn geschrokken, is dat de armoede heel erg groot is hier. Er zijn hele grote verschillen. Ja, het verschil is echt enorm groot. Want er zijn hier enerzijds een heleboel westerse winkels. Maar daar kan het grootste gedeelte van de bevolking die hier woont, kan daar niks van kopen. En zeker de sloppenwijken. We zien ook dat de kinderen vaak kleiner zijn dan hun eigen leeftijd. Ze zijn heel mager en heel klein. En er zijn sloppenwijken hier die nu, die blijven maar groeien. Het bestaat nu uit ongeveer 15.000 huishoudens. En bijna al die huishoudens hebben kinderen. Dus moet je nagaan hoeveel kinderen er zijn. En de kinderen hebben honger. Dat is gewoon waar het op neerkomt. Ze hebben honger en ze kunnen geen eten betalen. Dus wat wij graag willen doen, is de groep kinderen die bij ons kunst- en theaterlessen gaat volgen, om die elke dag wat eten te geven. En dan heb je het niet eens over hele borden eten. Je hebt het gewoon over een glaasje drinken, een banaantje, een appeltje, een koekje, de simpele dingen. En dat is hier al heel duur voor de mensen, zeker de kinderen die uit de sloppenwijken komen. Dus wat wij eigenlijk aan jullie willen vragen is, het is zo schrijnend om te zien dat kinderen honger hebben en dat ze geen energie kunnen geven omdat ze buikpijn hebben van de honger of dat ze klein blijven. Dus wat wij willen vragen aan jullie is, als je wat kan missen, of het nou 1 euro is of 5 euro, 50 alles, cent, zeg maar, alles, alles wat je kan missen, dat kan je aan ons doneren, aan de stichting waarmee we nu weg zijn. We gaan een linkje, Spoonglass Namibia, we gaan een linkje in dit filmpje zetten. En dan kan je eigenlijk zelf een bedrag kiezen wat je wil doneren. En wij zullen er echt persoonlijk op toezien dat het bedrag wat jij doneert naar de kids toe gaat, naar het voedsel wat wij voor de kinderen gaan kopen hier. We kunnen je zelfs persoonlijk een bonnetje sturen als je het wil. Foto's maken van waar je donatie naartoe gaat. Want we zijn hier nu en nu kunnen we dit faciliteren. We roepen eigenlijk iedereen die iets kan missen, ook al is het dus maar heel weinig, op om te doneren, zodat wij de kinderen eten kunnen geven. Alle kleine beetjes helpen. Ja, alle kleine beetjes helpen. Want er zullen in totaal zo'n 100 kinderen, meer dan 100 kinderen. 120. Ja, 120 kinderen deelnemen aan onze kunstlessen. Ja, tussen de 6 en de 18 jaar. Ja, en je kan je voorstellen als je 120 kinderen elke dag eten wil geven, dat loopt heel erg in de papieren. En helaas kunnen wij dat zelf niet betalen hier, hoe graag we dat ook zouden willen. Dus daarom vragen we iedereen die wil helpen en iets kan missen, om ons te helpen. Dus alsjeblieft, doneer voor de lieve, lieve kinderen in Namibië die zo talentvol zijn en het verdienen om mee te kunnen doen. Om mee te kunnen doen en ook met een vol buikje mee te kunnen doen. Dus help ons, doneer aan de kids. En En alsjeblieft. Heel veel liefs van hier. Lieve groetjes uit het snikhete Namibië. En hopelijk kan iemand wat missen.